kan ook wel een keer in zitten, hè, Frank. Dat is geen enkel probleem om dat paard een keer lichtjes op te houden in zitten. Hij gaat ervan niet kapot. Hè. Nou, we brengen hem terug. Goed. Dit is een zeer mooie houding, maar voor mij iets te weinig over de rug. Dus ik zal hem ietsje nagevelijk rijden. Dus je blijft remmen, niks aan te doen. Het duurt zo lang dat wil. Maar hun vindt zich dat ook, al duurt 2 uur, moet je geen zorgen maken. Hij moet het maar gaan doen. Los zijn in de rug is niet te onderschatten. De kampioen van België reed mee in Aken. Stefan van Ingelgem, 73%, het wordt al 93%. Ja. Dat is de echt figurant. Hè? Mooi, klein detail. Mooi. Hij mag er altijd maar weer, altijd maar weer. Ik moet hem echt nog nagevelijker zien. Het is een kwestie van niet toe te geven. Dat paard maakt dat in principe niet uit. Nee, nog beter. Als het door is, gaat hij nog veel liever nagevelijk lopen dan gespannen. Goed gedaan. De verzameling is goed. Dat tempo is perfect. Nu is het dan helemaal op de buitenteugel na te geven. Maar dat zal het vervangen wel doen. Je blijft lichtjes je zit inhouden, lichtjes remmen blijven, niet te hard remmen, harde ophoudingen breken. Het ritme, die werken niet. Dat is een beroemde zin van Reinhard Klink en daar had hij zeker gelijk. Wacht maar af tot als hij het snapt dat hij de rug moet ontspannen. En hij gaat het ook doen. Hè. Nageeflijke houding zal ik mijn rechtgerichte paard ophouden. Dat rechtgerichte natuurlijk perfect. Moet je absoluut nooit beter kunnen. Dat is oké. Okay. En je wacht tot als het snapt van na te geven.
denk erover na als je ophoudt dat je hem van achter de schort moet doen. Daar gaat het over. Correct. Voilà.